gezond geworden omdat ze zo benauwd in dat kleine hokje zitten. Ja. En tussen al die andere mensen met al die andere energievelden. Kijk maar naar de kinderen die tegenwoordig ADHD genoemd worden. Dat zijn eigenlijk allemaal hele gevoelige kinderen. Die krijgen alles door, alles binnen. Alles binnenkrijgen, ja. En nog niet weten wat ze ermee moeten. En die kanaliseren niks. Nee, in mijn klantenwereldje heb ik een heleboel kinderen met dat symptoom. En dan komen ze bij mij thuis binnen en er is dit natuurlijk in huis. Ja, heel veel. En dan zie je ze gewoon op stoeltje ploffen. Boekje pakken. Stil. Dat ontspant. En dan na een uurtje, dan gaan ze weer lekker naar huis. Maar dan zijn ze helemaal bevrijd van al die... En ik heb ze ook geleerd hoe ze moeten sluiten. Ja. Sluit je je af. Wat doe je om te zorgen dat je daar geen last van hebt? Van al die andere kindjes om je heen in de klas. Of van al die andere mensen. Mm-hmm. Geweldig. Er zijn kinderen bij die zijn als een blad aan de boom veranderd. Ja. Ouders die weten niet meer wat voor kind ze hebben. Helemaal veranderd, ja. Hoe kan dat nou? Zo'n rustig kind geworden. Ja, puur omdat die energiewereld van het kind op een normaal pijl is komen te staan. Geen last meer van al die andere energieën. Dat is wat in de hele wereld is gegaan. Ja.